Suriname maakt zich samen met andere landen sterk om de wereldwijde drugsproblematiek het hoofd te bieden. In dit kader organiseert Suriname op 20 en 21 juni 2019 een high-level EU-CELAC meeting. Tijdens deze meeting zal er met alle andere participerende landen van gedachten worden gewisseld over de te nemen stappen voor bestrijding en indamming van de drugsproblematiek. Het is goed te weten dat wij vorig jaar, 2018, ook al co-host waren van dit evenement. Dat was dus in Bulgarije. En wij hebben ervoor gekozen, samen met de Buitenlandse Zaken, om dit jaar weer de co-host te zijn, maar dan als gastland, om als gastland op te treden, om op dit mechanisme te kunnen ontvangen en te organiseren in Suriname. We hebben daarvoor gekozen omdat Suriname een voorgoede rol wil vervullen in de strijd tegen drugs. Wat de bedoeling is van deze meeting, is om met alle andere aanwezige landen, de genodigden, van gedachten te wisselen. Ja, er zal een uitwisseling van die best practices plaatsvinden, maar ook die bad practices. De ervaringen zullen met elkaar gedeeld worden. Alleen maar om te komen aan een stukje aanscherping van ons eigen drugsbeleid. Ja? Daarnaast moeten we ook bekendheid geven aan Suriname. We moeten dat deel van toerisme niet vergeten. Dat is in het verlengde van de bestrijding van ons drugsproblematiek. Waarom is Suriname? Ja, erbij komen kijken ook. Suriname wordt gezien, en dat kunnen we niet ontkennen, als doorvoerstaat, doorvoerhaven. Wij produceren niet. Dat gebeurt in Latijns-Amerika. En via Suriname gelukt het mensen soms om de drugs door te voeren naar Europa, Amerika en Zuid-Afrika. Vandaar dat die samenwerking van eminent belang is. In 2003, tijdens de OAS Special Summit on Security, hebben wij met elkaar gezien binnen de regio dat je veiligheid niet meer kan bezien vanuit staatsveiligheid, de enge benadering, waarbij je alleen maar zou kijken naar de veiligheid verdedigd door militairen. Vandaag aan de dag wordt veiligheid heel breed aangepakt. Het wordt multidimensionaal bekeken en op grond daarvan wordt veiligheid gezien in samenhang met nationale ontwikkeling. Dus veiligheid en ontwikkeling gaan samen, die kan je niet loszien van elkaar. En als je dus zou kijken naar het Directoraat Nationale Veiligheid, wij praten altijd over de garantie die wij moeten bieden voor het waarborgen van de nationale veiligheid. Dus in contact, in relatie, in samenhang met de nationale ontwikkeling. Dus het is een aaneensluiting van verschillende zaken welke besproken gaan worden. En dat alles, wat Suriname betreft, zal plaatsvinden onder eigenlijk supervision van het Nationaal Drugs Masterplan, welke geformuleerd is op basis van de gedragsverplichtingen waaraan Suriname ook moet voldoen. Maar alles valt in staat met samenwerking tussen verschillende actoren.